In deze video gaan we woorden zien die beginnen met het woordje mee. Hallo iedereen. We gaan woorden zien die beginnen met mee. Zoals meegaan, meedoen. Ik ga ze eerst eventjes allemaal opnoemen. Meegaan, meedoen, meenemen, meebrengen, meevallen, meezingen, meekomen. Wat zijn nu de verschillen in betekenis? Laten we beginnen met mee, op zichzelf mee. Mee komt van met, het woordje met. Bijvoorbeeld als je een zin hebt waar je er in gebruikt, nu ga ik een klein beetje even uitleg geven waar de mee vandaan komt. En dan komen we automatisch bij er terecht. In mijn voorbeeld dan. Wat doe je met een pen? Wat doe je met een pen? Met een pen. Wat doe je met een pen? En dan ga je pen vervangen door er. Ik schrijf ermee. Het wordt één woord. Je plakt er en mee aan elkaar. Ermee. Dus met verandert in mee. Ik kan zeggen, ik schrijf met een pen. Ik schrijf ermee. Daar komt ons woordje mee van. Dus mee. Met iets. Mee. Met iets of met iemand. Kom je mee met mij? Ja. Kom je mee? Ga je met mij mee? Dus je laat iets weg en dan heb je mee. Maar goed, onze woordjes hier. Meegaan. Dus gaan. To go. Gaan. Ergens naartoe gaan. Bijvoorbeeld, ik ga naar de winkel en ik vraag aan mijn dochter. Ga je mee? Ga je mee naar de winkel? Meegaan. Meegaan is dan de infinitief. Gaan. Ga je mee? Ja, ik ga mee. Dus we gaan samen. Want mijn dochter gaat mee met mij. Zo, we gaan samen. Zij gaat mee. Ik ga en zij gaat mee. We gaan samen. Meedoen. Bijvoorbeeld, ik doe iets. Ik kan beter een voorbeeld geven. De kinderen spelen in de tuin met de bal. Kinderen spelen in de tuin met de bal. En het buurmeisje komt en ze zegt, ah, ik wil meedoen. Ik wil meedoen. Of, mag ik meedoen? Of zij kunnen ook vragen aan het buurmeisje, wil jij meedoen? Dus ook met de bal spelen. Dat meisje komt samen met de kinderen die al met de bal spelen. Dat meisje komt erbij en zij doet mee. Dus ze gaan samen verder spelen, meedoen. Meenemen. Dat is een heel ander woord, meenemen. Als ik op bezoek ga bij mijn moeder, dan neem ik bloemen mee. Iets wat je meeneemt. Ik neem bloemen mee. Je gaat ergens naartoe, van hier naar daar. Dus ik neem iets mee. Iets meenemen. Dus, en die bloemen geef ik dan aan mijn moeder. Ik neem bloemen mee. Of ik neem pralinekes mee. Belgische, lekkere Belgische pralinekes. Ja, dus als ik ergens naartoe ga, dan neem ik iets mee. Dan heb je meebrengen. Dat is, zou kunnen zeggen, min of meer het tegengestelde. Want meenemen is van hier naar daar. Meebrengen is van daar naar hier. Dus het wordt heel vaak door elkaar gebruikt, omdat mensen, ja, moedertaalsprekers, nu in België zal het wel eerder correct gebruikt worden, maar in Nederland wordt het allemaal door elkaar gebruikt, dus grammaticaal niet juist, maar meebrengen. Dus iemand komt naar mij en ik vraag, ah, wil jij koffie meebrengen? Jij komt naar mij, wil jij koffie meebrengen? Heb jij koffie meegebracht, verleden tijd?
Dus als ik zelf kan ik zeggen, ik neem koffie mee. Ik ga naar daar, ik ga naar jou, bijvoorbeeld ik ga mijn zus bezoeken en ik neem koffie mee. Kijk eens, ik heb lekker koffie bij. Ik heb koffie mee genomen. En dan kan zij zeggen, jij brengt koffie mee. In spreektaal, ik zeg het wordt door elkaar gebruikt. Ik heb koffie meegebracht. Dat kan ik dan wel zeggen. Ik heb koffie meegenomen. Maar als je daar al bent, dan zou je wel kunnen zeggen, ik heb koffie meegebracht. Maar je gaat niet zeggen, ik breng koffie mee. Ik neem koffie mee. Maar ik zeg het is niet erg als je ze door elkaar gebruikt. Het is grammaticaal niet juist, maar ik denk zelfs op een examen of een toets dat je ze mag mixen. En ja, ik neem dat mee, ik breng dat mee. Ja, je kan het door elkaar gebruiken. Het is niet echt, ja, in spreektaal is het niet fout, nee. Dus maar meenemen van hier naar daar, meebrengen van daar naar hier. Dus iemand anders brengt iets mee, ik neem iets mee. Dan meevallen. Meevallen. Het is moeilijk om uit te leggen. Meevallen. Dat valt mee, zeg. Het was gemakkelijker dan ik dacht. Dat valt mee. Of dat viel mee in de verleden tijd. Bijvoorbeeld, ja. Je kan ook zeggen, het weer valt mee. Het weer valt mee. Ik had verwacht dat het een hele dag zou regenen. Of op vakantie, zo van dat kwakkelweer. Ja, dat is weer zo'n typisch Vlaams woordje. Kwakkel. Kwakkelweer, zo. Het is niet echt goed weer. Het is ook niet slecht, zo. Kwakkelweer. Maar typisch Vlaams, dat is een woord. Ik denk dat ze zelfs niet bestaat. Kwakkelweer. Maar goed, en heel de dag. Het zonnetje schijnt, het is warm. En ze van, het weer valt mee. Het is goed weer. Ik had dat niet verwacht. Dat valt mee. Of ik moet mijn huiswerk Nederlands maken. Ik heb een oefening gekregen van mijn leerkracht. Zeg, amai. Dat ziet er echt wel een moeilijke oefening uit. Hè? Amai, zeg. En je begint aan die oefening. En dat gevoel, dat is niet zo moeilijk. Die oefening die valt toch wel mee. Meevallen. Dus iets wat beter is dan je verwacht had. Meevallen. Meezingen. Dan heb je weer hetzelfde vorm van meedoen, meezingen. In die vorm eigenlijk. Bijvoorbeeld iemand zingt of er zijn mensen die zijn aan het zingen. Ik ga dat niet doen, want ik kan niet zingen. Ik zing zo vals als een kat. Als ik ga zingen, dan gaan jullie direct die video uitzetten en zeggen van nee, daar kijken we niet meer naar. Dat is amai mijn oren. Nee, ik ga dus niet zingen. Maar stel, er zijn twee mensen aan het zingen en ik wil meezingen. Dus je gaat naar die mensen en je gaat erbij staan en je gaat ook zingen. Samen met die mensen meezingen. Of er staat een heel bekende zanger op het podium te zingen en heel de zaal, al het publiek zingt mee. Dus die man die zingt en iedereen zingt mee. Meekomen. Kom je mee? Kom je mee? Kom je mee? Het is een beetje vergelijkbaar met ons eerste woordje, meegaan. Ga je mee naar de markt? Kom je mee? Ja, dan zeg ik gewoon kom je mee. Ik zou daar niks achter zitten. Kom je mee? Dus eigenlijk, ga je mee? Of ga je mee naar de markt? En op het moment dat je klaar staat om naar buiten te stappen, om echt te vertrekken, en die andere persoon die zit bijvoorbeeld nog op zijn telefoon, blablabla. Dan zeg je, kom je mee? Maar je kunt ook zeggen, ga je mee in dit geval. Maar kom je mee? Zo van, allee, come on, kom nu. Kom je mee? Zo van, wat zit jij nu nog op een telefoon te doen? Zo van, kom je mee? Dus meekomen. Ik ga ze nog allemaal een keer opnoemen. Meegaan, meedoen, meenemen, meebrengen, meevallen. Meezingen, meekomen. Ja, ik kijk af en toe naar daar, maar ik heb daar mijn schermpje open met de woordjes, zodat ik ze kan zien in de juiste volgorde. Maar goed, ik hoop dat deze video jullie helpt.
Vind je de video leuk? Vind je hem tof? Vind je hem plezant? Geef mij een duimpje, hè. En als je nog niet geabonneerd bent, klik dan even op dat knopje. En kijk ook een keer op mijn ander kanaal, hè, want dat is... Dat vind ik, ja, dat is ook wel plezant dat je daar ook een kijkje op neemt. Zo, bedankt voor het kijken en salutjes, tot in de volgende.